Philipsen is gewoon heel goed. Hij is in bloedvorm. Er is niet veel aan te doen. We proberen iets anders aan te pakken. Ja, je hoort of je ziet in de finale dat Mathieu niet in de lead-out. Dan denk je ook, ja, dat maakt je kansen groter. Die mannen waren heel goed. Ik denk dat Dylan heel blij is met die mannen en wat ze gedaan heeft. Hij zet aan en ja, je hoopt, maar ja, als die er overheen komt, is niet veel. Dat kunnen wij niet controleren. Hè? Dan kan je ook gewoon tevreden zijn met een tweede plaats? Nee, helemaal niet. Dat niet. Ik kan tevreden zijn met hoe die mannen gekoerst heeft. Met de positie waar ze de punten aan gingen, met wat ze gedaan heeft. Maar ja, we zijn nooit tevreden met een tweede plaats als je zo dichtbij bent. Hebben jullie iets veranderd, ook voor vandaag in tactiek, wetende om proberen Philipsen te verslaan? Ja, een heel klein beetje. We hadden twee scenario's gedacht of bedacht. Maar ja, ik ga niet veel verklappen, maar we hebben toch wel... ik moet zeggen, Elmar, onze andere Nederlandse talent, hij heeft wel ons echt onder de indruk hoe hij rond kan rijden in de finales. Het is een eerste ronde van Frankrijk. Het is niet min om hier de finales van die spuntetappers. En hij was hier gekomen om Dylan te helpen. En zijn rol was iets naar achter geschoven. En hij heeft weer laten zien dat hij dat heel goed kan. De volgende sprintkast is wel nog een tijdje wachten. Eerst een hoop bergen. Gaat het lastig worden om ook die mannen gemotiveerd te houden? Om over al die bergen heen te gaan voor die volgende kans? Helemaal niet. Het is de ronde van Frankrijk. Ze willen hier zijn. Dus ze gaan afzien. Dat weten ze. Dylan weet dat heel goed wat het is. Het is niet zijn eerste keer. En Elmar, ik denk dat hij klaar is om dat te doen. Het is een eerste ronde van Frankrijk en dat ga je niet zomaar afgeven. Dus voor hun, ja, het is niet leuk om in de boek te kijken naar een bergetappe, maar het is wel leuk om in Parijs aan te komen. Nog één vraag. Het was vandaag heel lang voor de tv-kijkers, lang wachten op een sprint. Niet de meest interessante etappe om naar te kijken. Vind je dat er iets aan moet veranderen of hoort dit gewoon bij de Tour de France? Nee, ik denk helemaal niet. Jullie vinden het allemaal leuk als ze gisteren in 34 graden... elkaar zitten demmeren van 180 kilometer. Iedereen komt met dode vogels over de streep. Ah, het hoort erbij. Koers verandert. En als je zoveel spuntploegen hebt en als zoveel spuntetappen zijn, dan breng je iemand die snel is. Dan heb je minder mannen voor deze etappes. Hè. Dan heb je meer ploegen met spunters. Dus ja, gisteren was iedereen full lof over die etappe. Dan kun je niet die mannen kwalijk nemen als ze vandaag minder doet. Zeker als ze weten, gaat de spunt morgen gaat weer aanval zijn. Hè. Dankjewel.